De reactie op de cijfers van ASML heeft mij eigenlijk wel verbaasd. 'S Ochtends meteen was men iets teleurgesteld en toen de conference call begon, zakte de koers wat verder weg. Wat zou er nou hebben kunnen spelen? Ja, in het eerste gezicht zag je bovenaan het persbericht bijvoorbeeld dat de dienstverlening, de serviceactiviteiten, wat tegenvielen. Ze hadden 700 miljoen gezegd en het was 665, dacht ik uit mijn hoofd. Ja, daar zou ik me eigenlijk helemaal niet druk om maken, want die service die gaat juist in de komende tijd, als er meer 3400 C-machines worden verkocht, fors toenemen. In de begeleidende toespraken ben ik ook heel positief over die dienstverlening voor volgend jaar. Daar zit het probleem niet. Was het dan de zwakke geheugenmarkt misschien? Nou ja, daar zag je dus dat Wenning ook zei van, ja kijk, vorig jaar november tijdens de Capital Market Day zag de markt er iets beter uit dan zoals de huidige markt eruit ziet. Dus ja, we hebben nog wel wat te doen om dat middenscenario van 13 miljard omzet in 2020 te halen. Maar dat hangt voornamelijk af van de geheugenmarkt. Nou, als je nou kijkt naar de cijfers van Micron en Samsung Electronics, die al zijn geweest, die waren helemaal niet zo heel erg slecht. Ze waren wel wat voorzichtig, omdat die geheugenmarkt ook vrij gevoelig is voor de handelsperikelen. Het belangrijkste daar vond ik eigenlijk dat de dag voor de cijfers, Samsung waarschijnlijk, dat is nooit bevestigd, maar ik ga ervan uit dat het zo is, 15 orders voor EUV-machines heeft besteld. Dat betekent A, dat de geheugenmarkt nu ook echt helemaal om is om EUV-machines te gaan gebruiken. Dat zou eerst helemaal niet het geval zijn, maar nu er 15 zijn besteld, is dat echt helemaal duidelijk. En B, als Samsung dat nu doet, dan zien zij ook wel een flink herstel in die geheugenmarkt. Dat denk ik namelijk ook. En het punt is, als Samsung het eenmaal doet, dan hebben ze zo'n concurrentie op de voorsprong, dat heel snel Micron en Hynix ook gaan volgen. Dus aan die zwakke geheugenmarkt kan het ook niet gelegen hebben. Misschien dan wat het FD schreef, dat er wat minder aandelen inkopen waren en dat de kaststroom wat onder druk stond. Nou, dat vind ik helemaal een onzinnig argument. Want de kaststroom staat wat onder druk omdat ze flink werkkapitaal nodig hebben voor die EUV-machines. Ja, die krijgen pas achteraf betaald. Dus daar gaat eerst het geld in zitten. De kost gaat voor de baat uit, zou ik maar zeggen. Nou, waarom moet je ASML dan wel hebben? Nu op deze koers net rond de 230 euro. Nou, ik denk het belangrijkste is dat die EUV nu echt doorgebroken is. Zowel voor logic, maar ook voor geheugen. Dan heb je eigenlijk het grootste gedeelte van de semiconductormarkt. Dat is het enige bedrijf ter wereld dat die EUV-machines kan maken. En EUV zal in de komende jaren gewoon steeds efficiënter worden. En daarom kunnen ze ook een hogere verkoopprijs vragen. En ook met de productiviteit van die machines loopt het goed. Dus geleidelijk aan zullen er steeds meer chips gemaakt worden op EUV-machines. Nou, er zit natuurlijk een cyclisch aspect aan. Ik denk dat die geheugenmarkt flink gaat herstellen. En dan zie je ook dat er eigenlijk naast die strategische kopen ook wat capaciteitsverkopen komen van Deep UV. Dat zal ook rond 2020 denk ik een flinke boost gaan krijgen. Maar eigenlijk het belangrijkste argument waarom je ASML moet hebben is dat er structureel een flinke groei in zit. En dat ligt vooral aan de vijfde generatie netwerken. Een heel nieuw soort telecomnetwerken die enorme datapakkettenverzendingen mogelijk maken. En geeft een enorme boost aan de semiconductormarkt. Laten we er buiten nog even de zelfrijdende auto's die vijfde generatie netwerken waarschijnlijk mogelijk maken. Nou, die zullen ook steeds meer chips zullen gebruiken. Met andere woorden, ik verwacht eigenlijk cyclisch een flink herstel in die geheugenmarkt. En daarom heb ik mijn koersdoel van ASML verhoogd van 220 naar 275 euro. ASML kun je eigenlijk altijd wel kopen.